En? Alles even goed, hoor. Ik citeer, u bent zo gezond als een vis. En van ons wordt ze ziek. Precies. Maar daarom mag ik ook van de dokter, op kosten van de baas, een jaar op vakantie. Oh. Hey, jij moet toch zo? Nee, ik ben vanmiddag pas. Annelies is eerst. Toch, hoe laat moet jij bij de bedrijfsarts zijn, Annelies? Straks. Misschien kun je dan ook een tijdje op vakantie. Oh ja, dat zou fijn zijn. Even lekker ertussenuit, Annelies. Ja, een jaar of twee. Hey, Eva. Heeft die arts jou dan helemaal onderzocht? Ja. Dus ook deze jongens? Ja, zeker weten. Niks mis mee. Godverdomme. Nou, dan word jij dus ook helemaal onderzocht. En een bijkomend voordeel is, Annelies, er zit weer eens iemand aan. Aan die droge knalerwten. Dokter, dokter. Kunt u nog een keertje kijken? Er zit helemaal geen leven meer in. Ik heb het helemaal niet nodig, hoor, dat er iemand aan me zit. Ik heb genoeg aan mezelf. Mooi, want er is daar al 20 jaar niemand meer geweest. Oh. Jawel, hoor. Kan ook heel goed intiem zijn met jezelf. Gadverdam. In die dooie pruim. Ik geloof dat ik even terug moet naar de bedrijfsarts. Ja, jij moet zeker terug naar de bedrijfsarts, ja. Oh, dokter, ik heb nog steeds geen vriendje. En dokter, nou ben ik te oud om kindertjes te krijgen. Stomme oude heks. Oude zuurpruim. Hangtietzwijn. Oh, dokter, dokter. Dames, dames, oude pruim, hangtiet. Wat maakt dat allemaal uit? Als jij er nou blij mee bent. Dat denk je echt, hè? Hangtieten. Nou, nee, nee. Wil je ze zien? Nee. Laat ik ze toch even zien? Nee, dat hoeft niet. Vincent. Vincent. Hij is in shock. Vincent, wat zag je? Het was, zwaar, traumatisch? Zwaar, Zwaar wat? Zwaar fantastisch. Waarachtig. Hemels.